van DeepyPaper, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is 6:10 en ja, we gaan onderweg naar Duitsland, gaan we ons vuurwerk ophalen. En ja, we hebben ook een nieuwe camera, dus dat wordt meteen even onze eerste test. Ja, we gaan niet in de winkels filmen, maar uiteraard gaan we wel de collectie filmen. Dus ja, dan zie ik jullie als we terug zijn met de collectie. Yo kijkers van DeepyPaper, leuk dat jullie kijken in deze nieuwe video. We zijn dus net terug van Duitsland. We hebben niks gefilmd, want ja, het was vroeg en daar doen ze nog wel eens moeilijk over. Maar we hebben hier de collectie. En ja, het is, lijkt wat minder als vorig jaar, maar we hebben vooral wat meer grotere boxen gekocht en meer cakes, grote cakes. Dus ja, het was echt best wel druk in Duitsland. We zijn eerst naar de Center Shop geweest, daar waren we al om 7 uur. Ja, daar was het gelukkig toen niet zo druk. Toen naar de Aldi, was alles uitverkocht, moesten we een half uurtje wachten op de vracht. Toen even naar Lidl, maar ja, we gaan door naar de collectie. We hebben hier om te beginnen twee pijlenpakketten, één keer bombastic. Ja, en nog twee pijlenpakketten. Dit jaar hebben we minder pijlen. We zijn dit jaar meer voor de grote cakes gegaan. Daarboven één keer de Beastmaster. Daredevil. En de Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Die grote waren volgens mij ongeveer 20 euro per cake. Pakje Romeinse kaarsen, pakje babypeltjes en nog een pakje Romeinse kaarsen. Gewoon ja, voor de fun. Ja, gewoon omdat ze in Nederland niet meer te krijgen zijn. Daarboven staat Cyborg, de Wolfblood, de Black Eyes. Hebben we hier de Electron. En even kijken wat staat hier. Balisk staat hier nog. Daar staat nog een keer de Power-Up. Daar staat nog een fontein en nog een klein potje aan 2-3. Dan hebben we hier nog de Fusion. Nog een klein potje van 3 euro. King & Queen van de Aldi, als ik het goed zeg. Hier staan nog twee fluitbatterijen. Daar gaan we straks nog een paar van ophalen, dus daar gaan we een projectje van maken. Dan hebben we hier een setje van ja, 3 stuks. 3 kleine cakes, 2,99 per stuk. Eén keer de boze oma. Gaan we naar het andere gedeelte. Hier, de boze opa. Zoals je kunt zien, 10 euro. Double Flash, zijn Thunder Kings volgens mij die dubbel knallen, dacht ik. Mooi sierpakketje. Een paar fonteintjes, kleine potjes. De Sky Shots, zijn grote Thunder Kings die je in de grond zet. Leuk spul. Ja, fonteinpakketje. Gaan we dan naar de andere cakes. Eén keer de boze nachtbarin. Kost 4 euro. De Oxygen hebben we hier nog. De boze Schwester. De Touchy Kiss. De Night Mission. Sky Artist. Wat hebben we nog meer? Wat is dit? De Hellboy. Daaronder nog een leuk cakeje. De Alligator. De Tristan. De Artist. De boze Sector. En hebben we hier nog... mooie grote. Ja, ik ga het moeilijk open, maar in ieder geval de Bruikwellen. 22,22 euro. En daaronder staat een mooie waaier. De Krenk, 24,95. Nou, dan laat ik me even het totaaloverzicht zien. Het is iets minder als vorig jaar. Ja, vorig jaar hadden we dus echt veel pijlen. En hebben we dit jaar dus niet. Dit jaar zijn we voor de wat grotere dingen gaan. De wat duurdere. Dus ja. Dit jaar is toch wat voor de grotere blokken. Wat heeft het gekost? Ik denk zo 200-300 euro denk ik ongeveer. Kan wat meer zijn, kan wat minder zijn. Maar iets in die richting. Dus ja, ik moet zeggen, valt nog erg mee. Doe even een blauwduimpje omhoog. Abonneer, bijna 1000 subs. Zou fantastisch zijn als je die voor 31 nog kunnen halen. Wij gaan door naar Nederland om onze bestelling op te halen. En tot de volgende.